kindjes toch? We hebben jullie toch niet voor niks in leven gehouden? Nee, baas. Wat zeg je? Nee, baas. Ver weg in een verscheurd land vechten twee legers tegen elkaar. Ze overvallen elkaars dorpen, waar ze de meeste inwoners ombrengen en uit zijn op hun bezittingen. Jonge kinderen worden meegenomen om vervolgens te moeten vechten tegen hun eigen land. Oké, nog 20 keer! Ze hebben geen andere keus, want hun familie zijn ze al kwijt. En ze waren super jong. Ze vechten allemaal met geweren. Ze zitten onder het bloed. Er zijn er zelfs twee dood gegaan. Ik heb er ook foto's van. Ja. Oké, 5 minuten pauze. En als jullie klaar zijn, komen jullie meteen terug. Ik wil hier weg. Ik ook. We kunnen nergens heen. Ons dorp is afgebrand. En onze ouders zijn meegenomen. Kunnen we niet proberen om in het bos te overleven? Alles is beter dan dit. Ja, je hebt gelijk. Maar hoe kunnen we ontsnappen? Ze kijken nu niet. Dit is onze kans. De ontsnappingspoging mislukt. En de meiden krijgen straf. Een straf die ook nog eens heel gevaarlijk is. We moeten wapens smokkelen van de regering. En ook deze wapens. En dat gaan jullie morgen nacht doen. De kans is groot dat ze tijdens hun smokkeltocht worden gezien. Handen omhoog!
waar de kinderen pas later achterkomen, is dat ze naar een weeshuis worden gebracht, waar ze naar school kunnen en gewoon kind mogen zijn. Al gaat het niet van de een op de andere dag. Gaat het? Ja hoor. Oké, goedemorgen kinderen, namencontrole. Oké, Lisa? Ja. Dries? Ja. Anna?